Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag en ik ga nu naar het station toe van Rotterdam Noord. En dan straks in de sprinter zit Robert, gaan we naar Centraal, pakken een incity naar Eindhoven, naar Tilburg en dan de bus 301, want we gaan vandaag naar de Efteling. Yay! En in de Efteling komen we ook nog Perry, Andy, Olaf en Justin tegen. Maar ik heb gezegd, we wachten maar met Symbolica, want wij gaan eerst gelijk Symbolica doen als we er zijn, ik en Robert. Dus ja, ik neem jullie mee op deze reis en avontuur in de Efteling vandaag. En tot straks. Zo, inmiddels loop ik op de straatweg naar het station toe van Noord. Het is koud. Maar ja, ik ben goed voorbereid gekleed. Ik heb handschoenen aan, sjaaltje om. Ik heb een beetje een redelijke dikke vestje onderaan. Lekker warm vest. Dus ja. En maar ja, komt wel goed. Op een gegeven moment worden we wel warm. En ja, tot zo bij het station weer. Yo! Zo, inmiddels ben ik op het station van Rotterdam Noord. Nou, zie je wel weer. Ik wacht nu op de stoptrein. Die komt er ieder moment aan met Robert erin. En dan gaan we op naar Rotterdam Centraal in Tilburg. En dan met de 21 minuten overstap op de 301 naar de Efteling. Dus we kunnen in Tilburg nog even wat eten en inslaan. Lijkt me wel een handig idee. En dan vandaag twee keer eten in de Efteling, omdat op de terugweg kortere overstappen hebben dan op de heenweg, zeg maar, op de treinen. Dus ja, het wordt gezellig. En dan zie je straks weer met Robert erbij. Yo. Hoi Robert, we zitten in de trein, hè, naar? Eindhoven. Nee. Tilburg. Ja, Tilburg. We gaan niet naar Eindhoven, wij gaan naar Tilburg. Want waar gaan we vandaag naartoe? Efteling. Yeah, en het wordt super gezellig. En we zijn op tijd vertrokken uit Rotterdam, gelukkig. Op tijd. Alleen straks 21 minuten overstap in Tilburg, maar ja, ach, dat redden we wel. Blijf gewoon even warm in het station staan totdat het bijna tijd is. Dan gaan we naar de bushalte toe. Ja. Anders staan we koud te leien. Dus ja. Nee, is niet fijn, nee. Tot straks, hè. Doei. Doei. Maar Robert, we zitten in de bus, hè, 301 naar de Efteling. Ketver. Serieus? Er is nog stoptrein naar Arnhem. Oké. Nou, dat is kut. Denk je een flirt te krijgen, krijg je zo'n stink-SLT. Nou, dan had ik echt een half uur zo mogen bewogen de trein. Ja. Even serieus. Ik zou echt niet in zo'n stinkflirt in de SLT naar Arnhem helemaal 2 uur lang willen zitten. Nee. Dat is een duimpje omlaag voor die trein. En we zijn op weg naar de Efteling. We zijn net vertrokken uit Tilburg, hè? Ja, niet. Dus, een beetje opstaphalte. Ja. Man, een kak zegt, denk je flirt te hebben, krijg je SLT. Dat is zuur. Dat is echt zuur. Nou, doei. 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 Nou, we zijn in de Efteling. Yay. We gaan nou even richting Symbolica alvast lopen. Juist. Dan staan we daar alvast in de rij. En je hebt een platte grondje gekregen van de Efteling. Nou, we hebben de app wel. Juist. Ik dus, app hem al. Ik app hem al, ja. Doei. Wat we nu weer tegenkomen is echt kapot droog, hè Robert? Hallo. Dezelfde lijf en leven. Daar zocht zijn we uit. Hetzelfde aangesneden. Iedereen is anders. Jij lijkt niet op mij. Iedereen is anders. Elke twee is zelf een zijt. Iedereen is anders. Jij lijkt niet op mij. Pardoes. Ja, Pardoes. Ja, Pardoes, hè? We staan hier bij Symbolica te wachten tot we erin kunnen. Paleis der Fantasie. Ja. Nou, verwacht, hè? Nog 10 minuten. Nog 10 minuten. Dan gaan we erin. Yo. Doei.
Paleis der Fantasie. On to water through the Palace of Fantasy? No, no, no. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! Oh, zijn we in de opstaphal? Ja. Dus ik moet hier kiezen welke van de drie je gaat doen. Oh ja. Toch, denk ik? Denk het wel, ja. Ik weet niet. Ja. Dus de wachtrui. Zo Robert, we zijn net in Symbolica, hè? Wat leuk, hè? Hoe was jouw ervaring? Ja, mijn ervaring in de Symbolica. Top. En we zijn blij dat we nu niet in de rij staan, hè? Nee. 40 minuten wachtrij. Nou, jippie. Blij dat we al gelijk al in de ingang daar stonden. Juist. En dan wacht even op Olaf en Andy en Perry en Justin. En dan gaan we kijken waar we naartoe gaan. Maar ik heb gezegd dat we hier bij Symbolica zijn. Dus ja, dus hopen dat ze zo hierin komen. Ja. Doei. Zo, ik ben net twee keer in de Baron geweest. Hey Robert. Ja, met Perry en zo allemaal. Dus ja, was gezellig. En we gaan nou wat anders doen. Wij gaan nou eten. We hebben lunch. We gaan lunchen. Dan zien we wat we gaan doen. Misschien Villa Volta of Fata Morgana. Wat het dichtstbij is. Ja, ik denk Villa Volta of de Zoomtrein. Ah ja. Huh? Nou, dan kijken we straks wel even wat we gaan doen. Juist. Meer eens eten. Magisch moeten gevuld worden, hè Robert? Ja. Nou, tot zo. Doei. Doei. Zo, ik heb al mijn eten. Jij moet nog wachten op je eten, Robert. Hamburger. Ja. En even mijn telefoon opladen, want die viel net ineens uit. Terwijl het zo koud is. Deed je jammer, hè? Oh, jammer. Ja, dus even mijn telefoon opladen, maar ja, dat komt wel goed. En ja, even eten. En dan straks kijken we wat we gaan doen verder. Hè? Doei. Doei. Papier. Papier. Oh. Oh. Papier, buggy. Dank je. Hallo. Hallo. Kan je mir een stukje papier geven? Hallo. Papier, Zorgi. Dankje. Hallo. Kan je mir... Dankje. Ja. Papier. Dankje. Papier. Papier. Thank you.
zo. Jij ook hier. Dan gaan we dan. Hekje! Zo, die kwam wel heel fout neer. En wat heb je dit keer? Ah, hier is weer een andere. De waterlelies. Die denk ik daar ooit dat kunnen vangen. Kapot erover over. Lekker hoor. In de stoomkast. Lekker dit is wel hoor. Hoor. Dit is echt kapot droog. Dit is zo droog. Het is zo droog, echt waar. Hoppa, hop, paard, hop, 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 paard. Hoppa, hoi. Hoi. Dit is zo droog. Wat vind je nou van Gobert? Hè? Wat vind je? Ja. Yeehaw! Yeehaw! Marcel hier zo. Dat is Marcel. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Hey. Na 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 na. Zeg het dan, Robert. Lekker hoor. En waar zitten we nou in, Robert? We zijn kannibaal. Hey, 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 hey. Voyageurs sortis de son camion, chassaient les papillons d'Afrique. Les cannibales ont un traitement d'espion, la terre sous façon de suite.
Hey. Ik glijd bijna van die stoel af. Carnibaal. Hey. Ja. En we zitten lekker in de ronde letter. Ja, even chillen, lekker 20 minuten lang. Ja, mag wel even. Nou, die symboliek. Ja, kijk. Kijk of het straks wat rustig is dat we erin kunnen. Echt hè? En eerst even lekker chillen dit doen. We hebben toch tot 10 of half 6 op de post gehad, dus ja. Dan een uurtje voor je eten. Ja. Station Oost. Ja, gaan we straks nog met de stoomtrein mee. Dus ja. Lekker weer naar die drilblondelen. Ja. En we varen nu net langs de Baron. Waar ik 2 keer over ontziet. Oh ja, Robert gaat er lekker bij zitten. En Joris en de Draak is net open gegaan. Dus we gaan straks ook Joris en de Draak doen. Maar straks als we hiermee klaar zijn, gaan we eerst de halve maan doen. En daarna gaan we, als het wat minder is, naar Joris en de Draak. En misschien dat ik straks nog een keer de Baron ga doen, ligt er net aan. En we gaan straks ook eten in Oost. Dan gaan we met de stoomtrein mee. Ja. Dan gaan we naar Oost. En de stering koud. En kijk, of we nog de Baron mee vast kunnen leggen. Dan zijn we er toch. Kijk, daar komt hij aan. Nieuw. Kijk, daar komt hij. Je ziet hem wel. Kijk, hier hebben we de Baron. Nieuw. Kijk, daar zien we hem. Nieuw. We gaan nu in Joris en de Draak, hè, Robert. Ja. Hij is toch nog open gegaan, gelukkig. Dus we kunnen hier nog even chillings. We gaan even dit doen. Ja, ja. Tot zo. Doei. Zo, net in de Joris geweest, hè, Robert. Ja. Wat vonden we er weer van? We zaten achterin. Heftig. Oh, heftig. Ja, nou, heel. Ja, heel heftig. We gaan nu langzaam naar de uitgang, want we hebben nu alles gedaan wat we moesten doen vandaag. Wat op het lijstje stond. Wat op het lijstje stond. Alleen de Vliegende Hollander komt de volgende maand. Want die was nou vanwege de weersomstandigheden dicht. Ja, dicht. Dus die komt volgende maand wel. We gaan nu langzaam naar de uitgang. Kijken hoe laat de bussen gaan. En dan zien we wel. Kijken hoe we gaan. Juist. Dus ja. Nou, zie ik je zo meteen weer. Yo. Yo. Hoi Robert. We zitten nu in de trein naar Rotterdam. Het begint al donker te worden. Het is al zo wat donker. Ja, hoe vond je vandaag dagje Efteling? Leuk hè? Ja, dat vond ik ook. Dus ja, we gaan even naar Rotterdam. Dan het laatste stukje met de stoptrein en dan naar huis hè? Ja, het laatste stukje. Ja, dus doei. Doei. Zo, ik ga hier bij de vlogafsluiting. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Geef een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En vergeet natuurlijk niet op het belletje te klikken als jullie elke keer weer nieuwe video's willen zien. En ik zie jullie bij de volgende video. Laters.